Snorkelensport van vandaag staan we bij Sportpark Corpus den Hoorn. Een klein stukje verder dan waar we gebruikelijk staan. Maar ik ben hier omdat ik vandaag mee ga doen met een training van rugby. En ik ben heel benieuwd hoe me dat gaat bevallen. Hi. Hoi. Samo. Rianne. Hoi. En jij doet bestuur bij GSRC, als ik het goed heb. Ja, klopt inderdaad. Bij de rugbyclub. De Groningen Studenten Rugbyclub. En hoe is het om bij deze rugbyclub te zitten en bestuur te doen? Ja, ontzettend gezellig, ontzettend leuk. Heel leuk sporten met een man of 30. Altijd iedere dinsdag en donderdag en op zondag een wedstrijd. Een hele leuke groep. Dat is erg leuk. Ja, is het dan ook echt, waan ik me nu ook echt in een mancave hier? Of, Ja, wel een beetje. We hebben geen vrouwelijke leden inderdaad. En ja, twee mannelijke teams. Dus ja, veel man op de vloer. Moet ik me dan ook echt zorgen gaan maken voor deze training? Wordt het heftig? Of? Het kan intens worden, maar je bent welkom. Kom vooral mee doen. Ik ga me even omkleden en dan ben ik zo bij je terug. Helemaal goed. Oké, jullie zijn nu bezig met een warming-up. Wat zijn jullie nu precies aan het doen? Dan kan ik even meedoen. We zijn nu aan het sprinten. Sprinten. Dat is even om warm te worden voordat de training begint. Oké, gewoon tot die lijn daar en that's it. Ja, klopt. Wat zijn we nu precies aan het doen? Tackelen. Wat zeg je? Tackelen. Tackelen. Ja, we gaan nu even opwarmen om te tackelen. Lars staat daar op zijn knieën. Ik ren in en dan word ik getackeld. Ik heb dus dit bitje gekregen van de jongens hier. Die moet ik indoen. Als ik hem indoen kan ik niet meer normaal praten, maar dat ziet er dus zo uit. Ja, dan kan ik niet meer praten. Ga jij mij tackelen nu, zeg maar? Ga ik nu jou tackelen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, je knieën. Bitje in. Ik kom naar je toe. Zo? Echt zo? Ja. Wat heb je wil doen? Aan om mijn benen heen. Mm-hmm. En dan je hoofd moet tegen mijn bil aan, zeg maar. En zo hard mogelijk knijpen en mij een beetje naar achter drukken. Maar waarom zijn er geen vrouwen hier? ja, in principe toen de club is opgericht, hebben we dat staat in de statuten dat het een mannenclub is. En we hebben nog geprobeerd nu een vrouwenclub op te zetten. We hebben 25 vrouwen nodig die dit willen doen. En dat is best wel moeilijk om in één keer 25 vrouwen te krijgen. En daarom hebben we dus geen vrouwenteam. Jullie zijn bezig met een oefening nu. Wat is er gaande? Ik wil graag meedoen. Wat moet ik doen? Een tackle oefening. We proberen op verschillende hoeken op iemand af te rennen, dat je van alle kanten een tackle kan maken. Probeer iemand altijd zo laag mogelijk te pakken, want het maakt niet uit hoe groot iemand is. Als hij 130 kilo is, 140 kilo, je krijgt hem altijd wel omver als je hem laag pakt, zeg maar. Oké, dat is dus gewoon de key. En verder moet je maar gewoon rammen. En je probeert altijd je hoofd aan de buitenkant van het lichaam te hebben. Dus je gaat nooit naar het middenkant toe. Als ik jou zo wil tackelen, ga ik niet met mijn hoofd die kant op, want dan breek ik mijn nek. Ik ga nu dus meedoen met een klein wedstrijdje die we hier op het veld gaan spelen. En eerlijk gezegd ben ik wel een beetje bang gezien de training. Het gaat er nog best wel een beetje ruig aan toe. Maar we zullen zien hoe het gaat. What happened to your pants? Well, I normally wear football pants to football training, but I forgot to do my washing. So I had to wear some board shorts, and they've split. And now your teammates ripped it off. Yeah, my teammate has ripped it off. It's part of the sport. It teaches you a lesson. Kids, do your washing. Do your washing, very good. Nou, dit was mijn eerste keer training bij GSRC en ik vond het echt heel erg leuk om een keer te doen. Het was ook best wel heel heftig, omdat het gewoon heel intens is. Vooral tijdens het partijtje durfde ik het niet echt goed op af, dus ik heb nog wel een beetje training nodig. Mocht je nou zelf ook enthousiast zijn geworden, kijk even op Aklo en wie weet sta je jezelf ook op het veld binnenkort. Ik ga nog even door. Ik zie jullie bij de volgende aflevering.